Hey guys, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag zaterdagochtend. Ik heb niet echt make-up op en mega vet haar. Dus excuse the way I look. Het is zaterdagochtend en ik ga nu naar de kapper. Tenminste, ik ga naar Beauty by Rose, want daar laat ik altijd mijn extensions zetten. En ik ga vandaag nieuwe extensions laten zetten. Ik ben altijd super tevreden daar. Dus ik ga daar ook naartoe, dus nu ook vandaag. Maar ik was in Kaapstad, volgens mij had ik dat ook gevlogd. 1 week geleden. En daar hebben ze mijn haar geknipt. Dus ik vind mijn haar nu echt te kort. Dus ik ga ook de extensions weer wat langer doen. En ik heb er echt heel veel zin in. Want ik erger me aan mijn haar. Het is echt zo net niet lengte op het moment. So, let's go. Ik ben bij Beauty by Rose. En we zijn begonnen met nieuwe extensions te zetten. Ik krijg altijd heel veel vragen erover. En ik heb dus deze extensions van Hairlux. Het zijn individuele stukken. En we zetten ze altijd heel lang. Tenminste, normaal zijn ze minder lang, maar nu hebben we de langste gedaan dat ik mijn haar ietsjes langer wil. En dan gaan we het straks knippen. En ik heb nu 1 kleur gedaan. En de kleur is Sydney, volgens mij. Dat is eigenlijk de kleur die ik nu het mooist vind. Ik had hiervoor San Francisco, dat was een wat gelere kleur. En ja, deze is zeg maar net iets minder geel en iets meer helder. Want ik heb zelf natuurlijk best wel licht haar. Dus ik heb wel uitgroei, want ik verf niet meer helemaal, alleen nog highlights. Maar nu gaan we dus deze doen en ik vind het een hele mooie kleur. Dus ik zal straks het eindresultaat laten zien. Ik ben weer thuis van de kapper, hè Olly? Ja. Mama was naar de kapper en het is nu nog heel stijl en ik moet het nog even wassen. Dan ga ik het helemaal uitzetten en krullen en zo. Maar ik ben er super blij mee. En ik vind de kleur ook heel mooi van de extensions. Dus, I'm very happy. Nu ga ik met Olly een paar uurtjes spelen. Ik heb net boodschappen gedaan. Olly heeft een, Olly heeft nog steeds haar trainingspak aan. Olly heeft een make-upje op. Even normaal doen. Olly. Good morning. Het is zondagochtend. En ik heb me net opgemaakt. Want Olly en ik gaan naar tante Kay. En Kay en ik spreken altijd zonder make-up af. Maar we wilden eigenlijk allebei of met de kids. Ja, ik heb gewonnen. Of zelf weer een keer op de foto, want we wilden ook gaan wandelen, dus we dachten misschien kunnen we een foto maken. Dus we hebben afgesproken om make-up op te doen. Dus ik heb me opgemaakt vandaag, de dag. En ik ben echt super blij met mijn nieuwe extensions. Ik heb net een beetje gekruld en gedaan en de kleur is echt top. Ik sta in mijn eigen haar. So I like it. En Olly is naakt nog even. Dat is bijna altijd. Olly, Olly. Dus die film ik nog even niet. Maar die ga ik zo filmen. En dan gaan we naar Kay en Lua. Lua is ook super groot geworden. Die hebben jullie ook al een tijdje niet gezien. Ja. Dus ik ga me aankleden. Wat outfit dilemma's. En dan ga ik naar Keetje. Ik ben bij tante Kay aangekomen. En we gaan nu Lua en Olly in dezelfde outfit doen. Waar is die broek ook weer van, Kay? Salty Stitch. Salty Stitch? Het is echt een super lief meisje die het allemaal zelf maakt. Maar ze is ze zelf. Want ja. Ik vind het echt leuk, want die slangenprint is echt cute. Een koekje. Ja, dat heb jij beloofd, Kay. Je mag zo een koekje, Olly. Mag Lua ook een koekje? Samen gaan jullie koekjes eten, na de foto. Eerst fotoshoot en dan koekjes. Oké, okay, kijk hoe leuk. Kay heeft een step-op dingetje. Oh, wat wacht, waarom stelt hij niet scherp? Dus nu kunnen ze samen. Je mag zo naar de andere speeltuin gaan we wel, oké, bij het water zo. Oh ja, ja. Die is ook leuker. Daar heb je een glijbaan, Olly. Ja, oh. Dit is ook zo random. Deze broek, kijk dan, Kay. Ja, ze zijn even aan het wandelen buiten, maar dit is zo leuk. Olly zou kunnen staan. En ik heb mijn capuchon op, want het is best wel koud. We zijn nu even naar de speeltuin gegaan. Zo lekker even bij Kay thuis eten, maar Lua die moet zo naar bed. Wat ga je nu doen, Ollebol? Oké, let's go. 1, 2. Even afgeleid. Ja. 3, 2, 1. Oh, ik zie een blote buik. Voorzichtig, anders krijg je het koud. Wee. Woe. Nog één keertje. Bip, bap, bip,
Willem, wil je er ook bij? Nu gaan we af. Oké. Wat gaan we nu doen, Olly? Deze. Nog een keer glijbaan. Ja. 1, 2. Ik ben nog steeds gezellig bij Kay en wij hebben net sushi besteld. Luaatje gaat zo naar bed en Olly niet. Ik heb Olly haar knotjes eruit gehaald. Dus haar haar zit nu lekker wild. Zo lief. Waar ga je met het paard naartoe? Vakantie. Waar gaan jullie naartoe op vakantie? Van Amerika, daar is een tijger. Daar is de eentje liggen. Zo hier. Cool. En jij, Lua, wil je ook op vakantie? Nee? Waarom lig je niet onder de deken? Ik kan niet zelf. Kan je niet zelf? Gooi je naar beneden. Good morning. Ik heb me ook aangekleed. En me niet opgemaakt. Want ik heb vanmiddag een facial. Dus ik dacht, beter dat ik me dan niet opmaak. En het stormt buiten. Dus ik ga toch geen foto's maken. Maar ik moet wel uiteraard naar die office. Dus ik heb een chill outfit aan. En ik gebruik deze Chanel tas trouwens als mijn laptop tas. Moment. Maar heel fijn dat die erin past. En even kijken. Waar mijn pinpas is, weet ik eigenlijk niet. Maar ik eet op kantoor. Dus let's go to the office. Ik ben op kantoor aangekomen. En ik zal even laten zien wat ik aan heb. Wat echt totaal onboeiend is overigens. Ik heb weet ik veel basic witte coltrui aan. Coinchoker die we nog steeds hebben. Ik zal het linkje hieronder zetten. Deze trui. Volgens mij van About You of zo. En deze bedoel ik is van Monica Noor collectie van vorig jaar. Die draag ik ook nog steeds echt super veel. Die heb ik helaas niet meer. En mijn sneakers zijn van Chanel. Oh my god. Ik heb dus een broodje. Citrunch. En een nacho schotel besteld bij de avocado show. Ik ben heel benieuwd hoe dit is aangekomen. Of een beetje decent is aangekomen. Even kijken, ik had een broodje met avocado en kip. Let's have a look. Okay, het ziet er wel goed uit. Oh, dat ziet er lekker uit. Deze even kijken. Dit is de grote test. Of dit nog knapperig is. Toch wel prima. Hey guys, good morning. Het is vandaag. Gaat weer lekker? Woensdag? Ja, woensdag. Oh, mijn kaart zit vol, wacht. Ja, het is woensdag en ik heb mijn haar gesteld en me even opgemaakt. En ik ga nu naar twee afspraken. Misschien kan ik er wel filmen. En ik denk dat ik foto's ga maken. Ik zal even mijn outfit laten zien. Ik weet nog niet of ik mijn outfit leuk genoeg vind. Voor een foto. Good morning. Kijk maar naar mijn vlogbeelden van gisteren. En ik heb mijn outfit niet laten zien. Maar als je me op Instagram volgt. Even Jetlex. Ik zal het hier zetten. Dan heb je het wel gezien. Ik had het zelf op mijn Insta-stories gezet. En ik heb gisteren ook niet meegenomen naar meetings. Mijn laatste meeting was bij Tommy Hilfiger. Daar ben ik echt 2 uur gebleven. Toen ben ik naar huis gegaan om te koken en te eten. En toen heb ik niet meer gevlogd. En nu is het donderdag en ik heb hoofdpijn. Dus ik lig even op bed. Ik heb net ibuprofen genomen. En ik moet eigenlijk opruimen en dingen doen. Ik ben ook druk aan het boek bezig. Het boek komt 1 mei uit. En het gaat mainly over content maken. Dus zeg maar hoe je de perfecte foto's kan maken. En het wordt echt super leuk. Ik ben er heel excited over. Dat is iets wat ik heel leuk vind. En het andere wat ik heel leuk vind, waar ik ook mee bezig ben, is dat ik een eigen collectie bij Naked krijg. En die komt juni uit, zeg ik uit mijn hoofd. Maar goed, daarover vertel ik jullie nog wel meer. Dat zijn 2 dingen die leuk zijn. Ik ben een beetje meh, dus ik denk, ik ga even aan 2 dingen denken die leuk zijn. Ik heb echt zin om naar de Malediven te gaan vandaag. 2 weken op het strand liggen. That's not the reality. Ik ben ook nog een week in Nederland. Dan ga ik naar Parijs. En dan
ga ik daarna naar Milaan. 2 weken achter elkaar, zeg maar. Eerst Parijs, dan Milaan. Dus weten jullie wat ik ga doen. Mijn uitgroei is ook weer lekker donker. Zien jullie? Letterlijk vorige week naar de kapper geweest, maar het heeft niet heel veel uitgehaald. Ja, ik ga straks met Stephanie. Steph zei iets, zij op Insta. Jullie waren al vaak gezien. Ik snap ook niet waarom ik dat nog zeg. Ga ik gezellig even pizza eten, dus daar heb ik heel veel zin in. En ik wilde de Q&A met Olly filmen, want dat is super veel aangevraagd. Het lijkt me ook heel leuk om te doen, alleen ik wil zeg maar Olly niet uit haar dagelijkse leuke dingetjes halen om dat te forceren. Dus ik doe dat gewoon een keer als zij toevallig thuis is en we tijd hebben. Want ik wil het eigenlijk net doen, maar Olly is aan het schaatsen op het Museumplein met de oppas. Dus ja, dan ga ik niet zeggen kom naar huis, want ik heb nu 2 uur de tijd. Want zijn leuke dingen doen is belangrijker voor haar dan een Q&A met haar mami te filmen. Dus ik doe het wel gewoon 1 deze dagen als het toevallig zo uitkomt. Misschien beter dit weekend. Morgen is ze op school. Ik heb Olly overigens. We hebben Olly ingeschreven voor de basisschool trouwens. Echt crazy. Kunnen jullie het je voorstellen? Over 1 jaar gaat ze gewoon naar de basisschool. Het is echt insane. Echt bizar. Maar goed. Ja, ik ga dus even hier liggen. En misschien wat eten. Een beetje Gossip Girl kijken. En dan hopelijk voel ik me zo wat beter. Lang verhaal. Oké, jongens, ik ben weer uit bed. En ik heb me aangekleed. Ik ga nu pizza eten en ik zal even laten zien wat ik aan heb. Ik heb deze top aan van, kunnen jullie de kleurtjes goed zien? Van ASOS volgens mij. En deze broek van Levi's Vintage. Ik heb er 2 in wijder en 1 strakke. Van Mekkeus en mijn Balenciaga's. Dus allemaal heel chill. En ik doe een warme jas aan. En ja, mijn ketting. Ik heb Chanel ketting om. En deze van Summer Sunday. Deze ketting heb ik echt letterlijk al 2 jaar om. But I love. Good morning. Het is vrijdagochtend. En ik heb gisteren weer weinig gevlogd. Het is 8:30. Ik heb mijn jas aangetrokken. Ik ga Olly nu naar school brengen. En dan ga ik sporten. Oké, ik heb dus al 1 uur gesport. En ik ben op kantoor aangekomen. Haar lijkt wel oranje hier. What's that? En we hadden natuurlijk vissen op kantoor. En heel veel mensen, echt heel veel, alle post comments achtergelaten over dat ik een dierenmishandelaar ben. Oh, wacht, mijn kaart is vol. Oké, ben ik weer van mijn kaart weer gelegd. Anyways, er waren heel veel comments over de viskom. Ik moet wel eerlijk zeggen, wij twijfelden allemaal zelf ook voordat we die rondviskom gingen kopen. Omdat ik had al het idee dat ik het ergens gelezen had dat de ronde viskom zielig was. Maar toen hadden we het dus in de dierenwinkel gevraagd. En die man die zei dat het gewoon kon. Maar goed, toen had hij die zoveel comments achtergelaten dat ik dacht, oké, dit is zielig. Dus de vis hebben nu een nieuwe kom. Dit is de nieuwe kom. Vinden jullie mooi met allemaal roze erin? En daar zullen onze visjes. Oké, ik zie er weer decent uit, soort van. Ik heb mijn haar even gesteld en gewassen en make-up opgedaan. Want ik ga straks iets filmen voor een programma. En ik dacht, beter dat ik make-up op doe. En ik heb pakketjes op kantoor meegenomen. Ik heb super veel leuke nieuwe kleding voor Olly. Laat ik ook nog wel zien. Maar ik heb ook weer een leuke naked haul. Dus ik zet hieronder de landingspage. Van mij op naked, daar staan eigenlijk alle items op die ik ooit heb aangehad van Naked. Dus dan kunnen jullie alles bij elkaar vinden. En daarnaast zet ik daaronder gewoon elk linkje naar een individueel item. En met de code NOR15. Ik moet het ook trouwens op Insta Story zetten. Want ik krijg zo vaak DM's voor kortingscodes op Insta. NOR15 krijg je 15% korting op alles op de website. En de code is 48 uur geldig, zeg ik uit mijn hoofd. Dus go and shop. Ik ga alles weer in de spiegel laten zien. Oké. Ik ga ook trouwens even alle maten erbij zetten, want die vraag krijg ik ook heel vaak. Ik heb deze trui, die is heel leuk. Kijk, zijn mouwen zijn zeg maar zo en hij jeukt niet. Wat voor mij natuurlijk het allerbelangrijkste is, want ik haat kriebeltruien. En deze heb ik in een small en hij is zo lang. Ik zou hem zelf in de broek doen. En de broek is ook van Naked. Ik heb deze ook in het grijs. Hij is in iets van 8 verschillende kleuren, ook denim en zo. Maar ik had deze zwarte niet. En er zit zeg maar zo'n streep op het midden. En zulke dingetjes. Dus ik vind dat heel leuk met hakken. Ik hou deze broek ook aan vandaag. En deze broek heb ik in een 34. En ik zou zeggen, ik heb normaal wel echt een 34. En deze is best wel strak, dat die aan de kleine kant valt. Dus deze zou ik, als je twijfelt, eerder een grotere maat bestellen. Ja.
mijn eerste outfit. Maar ik vind deze broeken zo cool. Volgens mij zijn dit ook echt bestsellers op Naked. En ze zijn best wel high waist. Dat vind ik ook fijn. En ja. That's it. Het volgende item is meteen mijn lievelingsitem. En dat is deze jas. De kwaliteit en de pasvorm is zo perfect. Ik kan echt niet geloven dat het zeg maar niet een acne jas is. Maar gewoon van Naked. Ik vind hem zo vet. Ik ga hem ook aandoen vandaag. Hij is ook best warm op zich, moet ik zeggen. En er zitten hier zakken. Ik heb hem in maat 36. En dus ook deze jas 15% korting. Ja, ik vind deze echt zo cool. Kijk. Hij is zeg maar in het echt iets zwarter dan dat hij net in de spiegel leek. Ik vind dit zo cool. Oké, het volgende item is deze broek. Die zit echt mega lekker en hij heeft hier een zak. En ik hou echt, zoals jullie weten, van beige kleding. Dus ik vind dit als outfit ook super leuk. En dan denk ik met die witte triple S. Ik heb echt het idee dat ik ben aangekomen trouwens. Wat niet heel raar zou zijn aangezien ik zeg maar pizza zo voor lunch en McDonald's heb gegeten de laatste tijd. Maar goed, dat even tussendoor. That's all good. Ik heb hem volgens mij in een maat 36. Double checken. Ja, 36. En valt ook normaal. Misschien iets aan de kleine kant. En ja, dit zoek ik me nu aan. Ik vind hem wel echt heel chill. Hij zit echt super lekker. Het is echt een chille broek voor kantoor of voor school. Met sneakers. Of die Chanel sneakers. Die staan hier ook cool bij, denk ik. Anyways, I like. Ik heb trouwens ook wel eens in de bestelling dat er dingen tussen zitten die ik niet leuk vind. Die laat ik dan uiteraard niet zien. Ik laat alleen alles zien wat ik wel zelf ga dragen en in mijn kast ga hangen. Oké, deze trui heeft echt zo'n mooie pasvorm. Het is ook maat 36. Naked wordt sowieso echt qua pasvorm steeds beter. Ik werk al heel lang met Naked en ik krijg dus nu mijn eigen collectie waar ik echt zo excited over ben. Het wordt zo leuk. Ik heb bijna alles nu al gezien. Maar goed, daarover later meer. Maar deze trui heeft ook gewoon voor mij in ieder geval echt de perfecte, zeg maar, cozy pasvorm. En ik vind het eigenlijk ook best wel leuk met deze broek. Deze outfit ga ik denk deze week even een keertje aandoen naar kantoor. Het is echt leuk. Heel vaak als ik een haul doe op YouTube en dan later een outfit of zo post op Instagram, zegt iedereen altijd, oh, ik heb het in de vlog gezien. Dat vind ik echt leuk. Maar goed, deze trui vind ik ook heel mooi. Kleur is wel ietsjes anders dan die hem hier laat zien. Het volgende item is deze blouse. Met ballonmouwen. Deze dingen zie ik trouwens altijd op Naked dat die echt als allereerste zijn uitverkocht. Dus dit is echt altijd super populair. Dus mocht je dit willen, be quick. Ik heb een 36, als die er dus nog is. En ik vind dit gewoon heel cool om zeg maar zo te dragen met vintage Levi's. En dan deze broek zit echt niet goed. Met deze ketting bijvoorbeeld of iets. Eigenlijk had ik nog veel meer gouden kettingen erbij moeten doen. Dat is wel echt leuk. Dus ja, ik ben benieuwd wat jullie het leukst vinden. Ja, ik weet dat het doorschijnt, maar ik ben nu snel alles aan het doorpassen. Het volgende item is deze soort van cropped kooltrui. En hier moet je een wit t-shirt onder doen. Maar het was weer vol. Wat ik ook heb, maar dit is voor mij echt mijn favoriete item. Ik heb hem in een XS. En ja, ik draag dit soort dingen gewoon echt bij alles. Dus hier ben ik echt super blij mee. Dit is namelijk echt moeilijk om te vinden, goede basics. En deze basic is echt top. Het volgende item is deze trui die trouwens echt mega zacht is. En er zit hier een split en hij is heel lang van achter, maar je moet er wel een rokje om door die split. Maar het is een soort van sweater dress. Hij heeft een soort van ripple. En ja, that's it. En het laatste item, is denk ik toch wel mijn favoriet, is deze... noem je zoiets? Colbert jurkje-achtig. En deze pasvorm is voor mij echt perfect. Want meestal heb ik een riem die dan niet goed zit. Ik heb hem in maat 34 of extra small. In ieder geval de kleinste. En ik heb hem nu met deze laars aan. En ik vind hem echt mega cool. Leuk voor uit eten. Met mijn Gucci panty. En ik heb een heel leuk nieuw vintage designer tasje. Maar die heb ik nog niet. Als ik die heb, laat ik die zien. Maar ik vind dit echt super nice. Hij is echt zo mooi. Hij is ook een aantal kleuren. Echt zo'n mooie kwaliteit ook. Echt, I love it. En guys, ik moet ook de vlog afsluiten. Want het is vrijdag. Ik heb dus deze week 1 vlog geüpload. En normaal upload ik 2 video's. Ik ga vanaf volgende week wel weer 2 video's uploaden. Maar ik heb het laatste tijd even iets rustiger aangedaan. En ik krijg daar ook heel veel boze comments over. Dus voor degenen die dat vervelend vinden, sorry. Ik upload wel echt altijd elke week. Ik sla nooit dingen over. Ik heb dat eigenlijk ook nooit echt gedaan. Alleen, nou ja, vanaf volgende week ga ik dus weer 2 video's doen. In ieder geval,
voor de mensen die het wel leuk vonden. Heel erg bedankt voor het kijken. En ja, ik zie jullie volgende week.